interessant. 2015 was een recordjaar met 40 zegens. Dus het volgende jaar wil je het altijd beter doen. Wat gaat Lotto Soudal beter proberen te doen in 2016? Ik ga niet zeggen 41. Vorig jaar hadden we er 29, dacht ik. En toen had ik zoiets van, we hadden toen de betrachting om 30 overwinningen te hebben. En toen had ik zoiets van, we gaan die 30 naar beneden halen, maar ik wil meer kwaliteit zien. En ze hebben ons allemaal overdonderd, want we zijn niet alleen van het streven van 25 naar 40 gegaan, maar het zat ook nog eens boordevol kwaliteit. Er zaten 14 World Tour zegens in, en dat is toch immens. En, om dat nog te verbeteren, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet, dat er veel jonge jongens bij ons zitten die nog kunnen verbeteren. En als André op niveau blijft, als we Bokmans weer helemaal op niveau krijgen, dan lijkt het me niet onmogelijk. Het is een uitdaging. Vooral het voorjaar viel denk ik wat tegen voor Lotto Soudal. Gaan jullie daar iets anders doen? Maar het viel niet tegen. We waren er wel altijd, we kleurden vooral de wedstrijd. Maar de einduitslag was niet altijd wat we hoopten. Het was een ereplaats, vijfde, zevende, negende. En dan ben je nogal eens geneigd, het viel tegen. Want het was niet echt heel zwaar tegenvallen, maar we zouden toch zo heel graag eens eentje winnen van die voorjaarsklassiekers als Belgische ploeg. En dat is toch wel een droom die ze allemaal nastreven, omdat eender wie het ook mag wezen. We hebben Benoot zien komen, maar die belooft heel veel. Maar het tweede jaar kan ook wel eens moeilijk worden voor zo'n jongen. En daar zijn we ons bewust van. Dus, maar ik ga de uitdaging toch niet uit de weg om proberen hetzelfde te doen. Er zijn drie nieuwkomers bij Lotto Soudal. Jelle Walijs, Rafael Vals en Thomas Musinski. Wat kunnen we van hen verwachten? Wel, ik denk oprecht dat het een versterking is voor de ploeg. Een goede ploeg moet je niet veel veranderen. Maar ook sponsors hebben natuurlijk een inbreng en een internationalisering is belangrijk voor sommige van die sponsors. En Marcinski is Pool, toevallig heeft Soudal een heel groot fabriek staan in Polen. Willen ze dat ook natuurlijk activeren. Pools kampioen is mooi. En Rafael Vals is voor mij maar altijd iemand geweest die net onder de radar blijft. Maar een heel goede renner is. Ik heb de recente Tour nog heel goed nauwlettend in het oog gehouden. Hij moest toen altijd werken voor Rui Costa. Hij deed dat altijd plichtbewust. Je zag hem soms echt afhaken met zijn kopman. En dan dacht ik van, als die vrij is, die wil ik wel eens een voorstel doen. En hij was vrij. En Costa zat nog vast. En toen bood ik hem aan van, wat denk je, bij ons mag je wel echt eens je ding doen. En dat zag hij wel zitten. Dus ik verwacht er ook wel iets van.